Welkom terug bij Via Cultura over het nachtleven. Inmiddels ook aangeschoven Marcel van Zwarte Lola. Ja. Mijn andere gasten waren al Michael van Club Roy, Nicky van Bruut, Ming en Richard van Do You Do. En hier achter de machines staan Poen en Bart van de Air Official Dance Party. En Bart is natuurlijk ook programmeur van Bibelo. We gaan verder waar we net geweest, waar zijn we nu? Gebleven waren, pagina 7. En eigenlijk wil ik even een stelling maken en kijken hoe jullie daarop reageren. De behoeftes van omwonenden lijken zwaarder te wegen dan het belang van het nachtleven. En daarom wordt het nachtleven tegengehouden door beperkende regelgeving. Dus wegen de behoeftes van de klagende buren zwaarder dan het belang van het nachtleven in Dordrecht. Is dat de situatie waar we in zitten op dit moment? Ja, deze is wel pittig. Ja, daarom is het een stelling. Je kan ervoor zijn, je kan er tegen zijn, maar ik denk op dit moment dat dat wel klopt. Maar wel met de gedachtegang wat ik eerder heb gezegd, is doordat de ontbrekende regels zijn, of nog belangrijke ontbrekende duidelijkheid is, worden die klachten nu zwaarder gewogen ten opzichte van het uitgaansleven. Ja, we hadden het natuurlijk over wat is de meting van hoeveel klachten komen er binnen. Ja, ik heb totaal geen besef van hoeveel klachten er binnenkomen. Dus ik zou mijn god niet weten wat nou daadwerkelijk echt de graadmeter is van wat er binnenkomt. Nou, om een grappig statistiekje aan te halen. Ik vond laatst van het CBS de overlastcijfers. Naar alle oorzaken, dus dat gaat echt van hondenstront tot vliegverkeer. En in Dordrecht wordt overal meer over geklaagd dan het landelijk gemiddelde. Behalve horeca. Applausje voor jezelf. Nou, dus dat is toch wel, Dordrecht, toch wel met een reden. We doen er toch best veel aan, jongens. Toch? We doen het toch goed met elkaar. Ja, jullie doen dat. Okay. Aan de andere kant is er 300% te weinig nachtleven. Dus hoe is het als dat op par zou zijn? Ja, dan wordt ergens maar is Dordrecht dan gewoon tegen zijkstad? Of gaat er zoveel toch mis? Of? Ja. 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 Ja, Dordtenaren zijn gewoon zeikers. Dat is gewoon zo. Ja, ik wil niet alles afdoen als zijnde dat Dordtenaren zeikers zijn. Ze zijn kritisch. Maar het mag ook. Ik bedoel, eerlijk is eerlijk. Lieve zeikers. Ze zijn kritisch, maar ik vind ook wel dat je dat ergens waar je voor betaalt, dat je daar ook kritisch voor mag zijn. Zeker. Ik bedoel, dan heb ik het meer over de mensen die over de vloer komen in de horeca of op een feestje. Maar inwoners, ja, weet je, we hebben een prachtige binnenstad. Laten we daar even. Het is fantastisch om er te mogen wonen in zulke mooie oude panden. Een van de meest historische steden van Nederland. Ik bedoel, ja, we zijn allemaal ambassadeurs van Dordrecht. Ja, maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Amersfoort, wat ik altijd vergelijk met Dordrecht, want dat is ook zo'n historische stad. Ja, daar bruist het nachtleven als geen ander. Dus daar kan het wel. Daar wonen ook mensen van die mooie oude panden. En die hebben ook een mooie oude binnenstad. Maar die hebben ook een interessant nachtleven. En wat is daar dan het verschil tussen? Ja, ik denk dat toch ook wel dat duidelijke normen en waarden en beleid dat toch weer een beetje omhoog komt drijven, jongens. Ik denk, ik heb het zelf mogen ervaren bij een gemeente toen wij in 2013 begonnen met de wijnbouw van Bruut. Een ezel stoot zich geen derde keer meer aan dezelfde steen, toch? Ik bedoel, ja, hoe noem je dat mooi? Jij bent van de uitspraken, Juno. Ik vind hem helemaal goed. Ik ga er gewoon in mee. Ik vind het heerlijk. Nee, wat ik daarmee wil aangeven is ja, weet je, gemeente, buurtbewoners leren ook weer van hetgeen wat ze daarvoor meegemaakt hebben, ervaringen. En ze denken dan toch, ja, weet je, als we dan de kans krijgen om een nieuwe uitbater toch wat meer regels en wetten mee te geven, ja, dan doen we dat. En ja, dat is bij ons op locatie, bij de wijnbar is dat wel gebeurd. Maar ik denk dat dat ook wel jammer is, toch? Als je kijkt dat bijvoorbeeld, je hebt het bijvoorbeeld met de Hustler gehad, toen daar die gaybar in kwam, toen werd daar heel veel stigma's overgedragen, terwijl dat helemaal niet nodig was, weet je wel. Die jongen heeft echt zijn best gedaan om heel veel oude klanten te weren, maar de buurt was, weet je wel, en er zijn ook wel incidenten daar gebeurd. Maar het is altijd wel, je krijgt gewoon eigenlijk, weet je wel, het verleden van de oude zaak mee, en dat is soms jammer, vind ik. Ja, exact. Dat vind ik bij Michael, denk ik. Ja, maar ik wou niet gelijk hem aanwijzen, weet je wel. Ik ben geen verraaier. Ik ben geen verraaier, zeg. Nee, maar ja, tof dat jij doet, man. Ja. Ja. Verleden krijg je er gewoon automatisch bij. Ja, dat is gewoon, en het is, je staat eigenlijk al 3-0 achter voordat je überhaupt bent begonnen. Ja, als het maar 3-0 is. Ik denk dat het soms 6-0 is zelfs, toch?
Nou ja. Ja, ja, we ja. kunnen korte vlogen. Ik leer daar wel van. Ik zou bijvoorbeeld, als ik een nieuw concept zou starten, zou ik ook niet alleen gemeente, maar ook de buurt meenemen in wat zijn de plannen. Wat ben je van plan? Wat ga je er doen? Kom je er dan ooit uit, denk je, als jij zegt van ik wil dit gaan doen? Er zijn altijd mensen die voor zijn en er zijn altijd mensen die tegen zijn. Dat zal altijd zo blijven. Hoe goed je het ook aftimmert, of hoe goed je het ook probeert te begeleiden, er zullen altijd voor en tegen zijn. Zo zijn de mensen nou eenmaal. Ja. Want wat ik ook een interessant, ik wou zeggen grappig voorbeeld vind, maar eigenlijk is het ook een beetje triest, is van, jij wilde een feest organiseren, Brut Sounds. Ikzelf. Ja, dat mocht niet in je eigen zaak. Nee, toen ben je naar Van der Valk eerlijk gegaan? Zijn, ik had het er net over met die jongens. Ja. Die zijn natuurlijk wat meer thuis in de evenementenbusiness. En die hebben een ontzettend mooi feest. Meerdere feesten natuurlijk. Maar wij zijn ooit Brut Sounds gestart. Ja. En ik een aantal jaar geleden. En wat ik daarover zeggen... Dat groeit een beetje uit zijn jasje. Dat wou je eigenlijk in het centrum doen, dat mocht niet. Nee. We willen heel graag mensen naar het centrum trekken, maar jij mag geen feest geven. Vervolgens ga je naar Van der Valk Skybox, wat je in... Hoeveel minuten was uitverkocht? Binnen een half uur. Precies. Dus je binnen een half uur kan je 300-400 mensen in het centrum trekken. Ja. Wat dan niet mag. Klopt. Terwijl we wel mensen in het centrum hebben. Dat... Exact. Ja, ja. We zijn op zoek gegaan naar juiste locaties in de binnenstad. En er zijn een aantal locaties die echt de vergunning daar ook voor hebben natuurlijk. En als je op zoek bent als organisator van een event, kom je altijd dezelfde locaties tegen. Maar uiteindelijk vind je het als zijnde... een jonge doetenaar die een leuk idee heeft, vind je het ook wel eens een keer leuk om eens out of the box te denken. En denk er bij jezelf van, hoe ga ik mijn bezoekers, mijn mensen, mijn gasten, ook eens een keer wat anders leuks laten ervaren. In plaats van altijd maar in hetzelfde huis, op dezelfde locaties. En wij zijn op zoek gegaan naar waar dat wel kan. En we hebben zeker leuke ideeën. En net voor de corona hadden we de aftrap van inderdaad XL Van der Valk. Rooftop Van der Valk. Dat is een beetje het idee als een cocktailparty, zeg maar, New York-stijl. En dat was binnen een half uur uitverkocht. En helaas kwam corona om de hoek. En de zaterdag dat die afgelast wordt, wij gingen, zondag de 16e gingen wij in de lockdown. Ja. Om 6 uur moest heel die zaak leeg. Ja. En de zaterdag daarvoor, die dag daarvoor, hadden we eigenlijk het feest Brut Sounds XL. Maar dat mocht helaas niet doorgaan. En hoe vaak maak jij gebruik van die incidentele festiviteitenvergunning en eenmalige ontheffing? Ja, dat is ook nog wel leuk, hè? Het ene jaar, ze zijn nu uitgerold naar 12 festijnen in een jaar. Maar daar gelden wel dan bij dat in het verleden was dat zo. Ik weet niet hoe dat nu precies zit. Maar daar horen wel de evenementen bij die Dordrecht zelf ook organiseert. Dus, luister, elke stad heeft er natuurlijk 12. Ja, Dordrecht organiseert Kerstmarkt. Dordrecht organiseert... Koningsdag. Dordrecht organiseert Big Rivers. Is dat zo aan jou verteld? Want dat, volgens de APV klopt dat dan niet helemaal. Want daar maken ze echt onderscheid tussen stadsbrede festiviteiten. Dat zijn er iets van 4 of 5. Dat is Big Rivers, zijn er wel meer, de Kerstmarkt. Ja. En dan heb je zeg maar de incidentele festiviteiten, zeg maar de eenmalige ontheffingen. Ja. En dat zijn er in Dordrecht 4, terwijl echt in alle steden zijn het er 12. Ja. Dus dat is weer zo'n punt van als Dordrecht wat aan het nachtleven. Bij mij is duidelijk dat je er de 4 zeg maar buiten hetgeen wat er georganiseerd wordt vanuit Dordt. Precies. Dat je als ondernemer zeg maar 4 Heb je dat wel eens aangevraagd? Wij hebben er zeker wel wat aangevraagd, ja, zeker. Ja. Dat is ook iets dat me opviel, dat in Dordrecht hier moet je een PDF downloaden, invullen, opsturen, krijg je 2 weken resultaat. In Rotterdam kan je het op de avond zelf via online kan je zeggen van, hey, dit is er. Dat is ook... Het duurt er nog wel 10 weken, hè? Kunnen we nog wel 10 weken op wachten. In Dordt dan, hè? Ja. Zegging krijgt. Dus ja, wie gaat eraan beginnen? Even plat gezegd. Ja, de spontaniteit is er wel af dan, denk ik, na 10 weken. Exact, ja. 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 Er zijn heel veel creatieve geesten in Dordrecht. Ja, zeker. Er zijn heel veel mensen met een beste wil. Ik bedoel, er zijn zoveel jonge, nieuwe invloeden. En dat is ook juist wel weer heel mooi.
Maar het is wel echt precies. Het wordt je soms wel eens een klein beetje heel erg moeilijk gemaakt om door te zetten. En om eigenlijk door het schild heen te komen. Ja, ik maak even een bruggetje naar Marcel die dus aangeschoven is van Zwarte Lola. Want we zitten hier met twee mensen met een vaste zaak. Of eigenlijk drie mensen met een vaste zaak. En twee gasten die vaak op dezelfde locatie iets organiseren. Terwijl Zwarte Lola draait er in mijn optiek een beetje om. Dat het juist op verschillende gekke plekken is. En dat aankleding ook echt een wezenlijk onderdeel is. Ja. En dan met alles wat er is verdwenen aan mogelijkheden om een feestje te geven. Hoe makkelijk is het nog? Het wordt steeds moeilijker. Want we zijn begonnen als met spontane plek. En ja, daar regelen we ook in de basis zelf de horeca. Dat is wat groter geworden. We hebben wat goede horecaondernemers die onze filosofie wel begrijpen. Die doen graag met ons mee. Maar dat betekent dat je ook gelijk aan allerlei regels moet houden. Nou, we zijn gevestigd in Door. Dan dacht je, dat is toch wel een vrij plek om toch een beetje aan te schuren met aan de randjes van wat wel en niet mag. Maar ja, dat is ook, wordt ook helemaal verdicht met allerlei regels, waardoor de spontaniteit er stelselmatig uit wordt gehaald. En dat is wel jammer, want dat is wel een beetje de geest van onze stichting. De spontaniteit wordt er stelselmatig uitgehaald. Ja, ja. Ja. Hey, en juist Ming en Richard, want jullie, ik heb geteld al 58 keer doe-je-doe georganiseerd. Telkens in Dolhuis. Ik denk ook even een goed moment van jullie organiseren het niet met z'n tweeën. Maar we hebben ook nog Samuel en Tobias, waar jullie het mee doen. En hoe Marcel en Zwarte Lola juist dus altijd voor een andere plek kiezen met andere aankleding. Zeggen jullie van, we doen het gewoon heel de tijd op dezelfde locatie. Maar wel met andere aankleding. Kijk. Ik ben vaak geweest, jongens. Ik ben, hey bro. Zeker waar. Ik heb wel een tijdje niet meer gezien. Ook voor corona niet. Hé, hey, rustig aan. Nog burgemeester. Nee, laat ik voorop stellen. Wel een staat van dienst, jongens. Ja, we zijn er heel blij mee. Kijk, ik ben de ene laatste nog geweest, maar wat is dit nou weer? Dit doet pijn. Zit je maar te plagen. Nee, maar eigenlijk is het wel een leuk verhaal, ons verhaal. Nou, we zijn vier gasten uit Dordrecht. En voorheen, toen wij nog wat jonger waren, toen was er ook al niet zo heel veel te doen. En toen was het vaak zo van, jongens, wat gaan we in het weekend doen? Ja, dan gaan we maar naar Breda, dan gaan we maar naar Rotterdam. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, joh, dat moet anders kunnen. Zeker in een stad als Dordrecht. Nou, dat is eigenlijk het basisvertrekpunt van ons concept. What do you do op een zaterdag, op een vrijdag, in het weekend, in Dordrecht? En ja, toen is een concept ontstaan. En toen zijn we gaan kijken van, goh, waar kunnen we dat dan beleggen? En dat is echt precies eigenlijk een antwoord op jouw vraag van, joh, is het alleen Dolhuis? Tuurlijk, we zijn heel erg blij met de locatie, blij met de samenwerking. Maar het is niet specifiek zo dat we alleen het bij Dolhuis willen doen. Tuurlijk zouden we het ook ergens anders willen doen. Maar sommige van jullie hebben toch in het verleden ook feestjes georganiseerd ergens anders in Dordt? Zeker waar. Ja, toch? Ja, ik heb mijn geschiedenis een beetje. Ja. Je hebt de feitjes goed op orde. Nee, maar even nogmaals terug naar het heden. Kijk, op het moment dat je dus helemaal buiten de kaders wil gaan denken, vanuit de vaste clubs die er dan nog zijn, die zijn op één hand sowieso al te tellen. Als je ook naar buiten wil gaan kijken, van goh, kunnen we een keer buiten wat gaan doen? Ja, dan word je zo beperkt. En dat gaat niet alleen over het aanvraagproces. Maar het gaat ook over hoe de gemeente kijkt naar inderdaad onze initiatieven, maar ook met andere organisatoren die met nieuwe initiatieven komen. En dan buiten bedoel je buiten 's nachts locatie, of buiten overdag? Ja. Sorry? Bedoel je dan buiten 's nachts of buiten overdags? Allebei. Beide. Weet je, kijk, voor ons is het gewoon zo. Wij willen graag inderdaad iets doen voor Dordrecht. Iets te bieden. Maar er moeten ook wel mogelijkheden zijn. En er moet ook wel vanuit de gemeente moet er ook wel plek gecreëerd worden. Ja. En dat gebeurt nu te weinig. Dus. Tot het is zo'n enorme behoefte, jongens. Dat is niet normaal. Ja. Ik bedoel, precies. Weet je, ik bedoel, eerlijk is eerlijk. Als je een Brut Sounds binnen een half uur uitverkoopt, jongens. Dan heb je het gewoon. Weet je, er is gewoon zoveel behoefte aan gewoon leuke invulling van leuke dingen. En of dat nou met kunst en cultuur, of dat nou wat jonger aanspreekt. Of weet je, ja,
Er is voor ieder wat wils nodig. En ik denk dat het ook wel belangrijk is dat we juist de organisatoren daarvan ook wel een klein beetje podium mogen geven. Ik bedoel, wat heel eerlijk, als er niemand is die het organiseert of wil organiseren, ja luister, wat voor saaie stad hebben we dan? Ja. Een hele saaie stad, kan ik je vertellen. Ja. Nee, maar ja, die vraag die is er. Die ja, we zijn meer een last dan een lust, denk ik, voor de gemeente. Dat gevoel kreeg je wel eens. Ja, sorry? Exact. We zijn meer een last dan een lust voor de gemeente, terwijl we eigenlijk een meerwaarde hebben. Precies. Ze zouden 100%. Ons moeten omarmen en onze ideeën geven. Ik bedoel, ons, alle creatieve denkers. Ja. En als het niet kan, dan horen we het graag. Ja. Maar het is al heel moeilijk om binnen te komen, want nee is al de basis. Precies. Ja, dat is heel jammer. Maar dan bekijk ik het ook economisch. Hè? Dus als je ziet van oké, die vraag die is er. Mensen willen uitgaan, mensen houden van een feestje. Die willen dat hier doen in Dordrecht. Maar als ze het niet hier doen, dus in een andere stad, dan wordt het geld daar uitgegeven. Exact. Tel maar door, lopen we weer hier inkomsten mis. Ik schiet nou misschien erg ver door. Belastinginkomsten mis, ik zeg maar wat. Maar puur economisch gezien loop je als stad zijnde gewoon dingen mis. Dat is een feit. Ja. Cultureel, economisch, je loopt overal. Overal sla je eigenlijk plank mis door gewoon dit niet uit te baten. Precies. Ja. Hoe kijk jij hier tegenaan, Bart van Bibelo? Want jullie hebben een peperduur pand neergezet. Wat eigenlijk volgens de gemeente de visie was dat dat in al deze behoeften kon voorzien. Nou ja, we doen er veel mee. We doen er binnen wat er is gefaciliteerd, doen we wat we kunnen. Maar ik hoor ook wel wat jullie zeggen. Het is ook, Dordt is denk ik soms misschien een beetje een starre stad. Terwijl er heel veel initiatieven wel zijn, maar soms moet je dat dan ook wel omarmen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dit soort initiatieven gehoord worden en dan ook geaccepteerd worden door de gemeente. En ik heb wel gewoon het idee dat ze daar gewoon te weinig kaas van hebben gegeten en niet zo goed begrijpen wat dat allemaal inhoudt. Vooral het hele nachtleven. Dus ik zou het eigenlijk wel interessant vinden om eens een keer met z'n allen als een soort van collectief daar eens bij de gemeente te gaan praten van wat willen we eigenlijk met z'n allen neerzetten en waar lopen we dan tegenaan en dan met z'n allen daar in gesprek gaan. Want kijk, Dordt is al een aantal keer achter elkaar de evenementenstad van het jaar geworden. En daar hoort het nachtleven ook bij dan uiteindelijk, maar dat mag wel wat meer. Ja, volgens die handleidingen waarmee ze dat meten, hoort nachtleven er helemaal niet bij. In mijn opzicht. Dat Dordt een aantal jaar geleden cultuurstad van Nederland was, die tellen dus letterlijk heel het nachtleven niet mee. Ik denk dat landelijk ook misschien nog niet helemaal geaccepteerd is. Nee, ik denk dat het maar goed is dat ze dat landelijk niet doen, anders waren we het nooit geweest. Ja. Nou, het nachtleven zit natuurlijk toevallig deze maand is in Berlijn voor het eerst dat nachtclubs als culturele instellingen worden aangemerkt. Ja, maar dat is toch machtig? Ja, dat zo hoort het toch? Het is een onderdeel van leven, jongens. Ja. Het is onderdeel van alles gewoon. Als er geen nachtleven is, is er niks. Wat is dat nou? Kijk, weet je, voor iedereen zijn behoeftes en zijn invulling. Maar weet je, er zijn voor een hoop mensen is dat toch wel vertier. Ja, en is dat toch een invulling van een avond of van een nacht of van een... Weet je, en stel dat je het allemaal niet hebt. Ja, dan waar gaan de mensen dan naartoe? Ja, dan zwerven ze, dan lopen ze uit naar andere steden. Afsluiten met nog een stelling voordat we nog naar een nummertje gaan. Van de gemeente zou het als een vereiste moeten stellen dat nieuwe horeca in de binnenstad ook nachtcultuur aanbiedt. Dus waar ze nu heel veel ruimte geven voor met name daghoreca. Dat eigenlijk de gemeente... Hoe bedoel je dat? Hoe bedoel je dat? Dat is dat verplicht. Dus als iemand een restaurant of een lunch token wil openen, gewoon... Jij moet ook avond aanbieden. Ja. Gewoon, jij moet. Ja, de optie kan er zijn dan, of niet? Nee, hij zegt het moet. Dat is de opstelling. Van ze moeten daar meer op sturen. Net zoals ze meer op daghoreca en leuke koffiezaakjes hebben gestuurd, lijkt het althans. Dus je verplicht de uitbater om ook avond in te vullen. Ja, vind ik helemaal niet. Je verplicht meer de gemeente dat met de ruimtes die er is, tenminste zoveel maar dus in iemand, te vullen. Iemand krijgt geen vergunning als ze geen aan nachtleven gaan doen. Het is een extreem stelling. Ja, maar ik probeer nu je stelling duidelijk te krijgen. Ja. Dat je gezien openingstijden juist alleen maar moet stimuleren dat ze een ruimere openingstijd nemen. Ja. Ze hoeven er niks mee te doen.
Maar willen ze er wat mee doen, dan kunnen ze wat. Ja, die keuze moet er zijn, toch? Die keuze moet er zijn, maar het moet niet verplicht worden, denk ik. Leggen, ja. Dan heb je zoiets van, ja, iemand die een 2-sterren restaurant heeft, die heeft zoiets van, ja, wat moet ik in godsnaam na 10 uur gaan doen? Precies. Weet je, wat heb ik daarmee? Weet je, ik heb wel ideeën. Er staan mijn koppen. Gaat ze kok op de bar staan te dansen? Dat vind ik altijd in Antwerpen. Daar heb je heel veel restaurants. Die gooien rond de uur of 11 gooien ze alle tafels aan de kant. En dan gaan ze door tot de uur of 2, weet je. Met alle respect, maar een broodjeszaak is wel wat anders dan een... Nee, maar de vergelijking ging meer op dat... Het oude concept van lekker belangrijk heb je het dan over. Sorry? Dat is gewoon het oude concept van lekker belangrijk. Zeker, zeker. Ja, het gaat er meer om dat als je kijkt naar wat er de afgelopen 10 jaar aan horeca is bijgekomen in Dordrecht, is dat met name daghoreca. Ja, maar ik denk niet dat je een uitbater door de strot moet douwen. Nee, het gaat meer om als er 2 uitbaters zijn en eentje stelt het voor en de ander niet, dan moet de voorkeur gegeven worden aan degene... die dat doet. En de andere, bijvoorbeeld in Maastricht, zeggen ze als je een maar zou dat dan niet beschreven staan in een bestemming? Sorry? Zou dat dan niet beschreven staan? Kijk, alles wat nu vrijgegeven wordt in het centrum van Dordrecht, dat is aan de hand van een bestemmingsplan. Ik bedoel, er zijn bepaalde plekken in Dordrecht die aangewezen zijn op van, hey, daar mag je ondernemen tot 4 uur. Daar mag je ondernemen omdat het wat dichter bevolkt is. Of daar mag je ondernemen tot 2 uur. Ja. Er is een vergunning uit. Ja, ik bedoel, maar bijvoorbeeld Pontenier. Ja. Dat is nu een restaurant. Ja. Arina's, dat wordt nu een bruine kroeg. Die ook niet zo laat doorgaat. Dat bedoel ik. Hoe weet je dat? Er wordt steeds meer ingeleverd. Ja, je gaat niet. Ik denk niet dat een bruine kroeg hetzelfde level nachtvertier kan gaan bieden als wat Arena's ooit heeft gedaan. Dat ligt eraan. Hè. Als de bestemming van de locatie is dat je de nachthoreca kan doen, dan is het natuurlijk. Kijk, als jij je vergunning aanvraag doet, dan heb je je aanvraag van openingstijden. En als jij ik wil van 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts open. En er zit nacht op, dan moet je eigenlijk vanuit de gemeente iemand hebben die eventjes contact opneemt en zegt van, joh, maar luister, er zit nachtvergunning. Je mag. Voor de nacht mag je die 3 uur er extra bij pakken. Ja. Ik zou het invullen. Je hoeft het niet te gebruiken, maar je kan het gebruiken mocht je het nodig achten. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld in hoeveel vergunningen hebben we nou tot 5 uur dan in Dordt? Volgens mij is voor zover ik me uit mijn hoofd... wat laat open is match, maar dat is niet tot 5. Arina's was tot laat, maar volgens mij ook niet tot 5. Avontuur. En Bibelo gaat ook rond 3:30. Kazerner, Dolhuis. Kazerner, Dolhuis. Maar Dolhuis is toch ook 4:30? Kazerner, Dolhuis. Wat heb je nog? Niks gaat door tot 5, hoor. Hoe laat is Bart Bibelo? Hoe laat is het vergunning? Meestal tot 4. Soms tot 4:30 of zo gaan we dicht. Dat zijn dan de herfstfeesten en zo. Maar bijvoorbeeld in de APV van Maastricht staat van als je nachtvergunning hebt, dan moet je minimaal open blijven tot 2 uur. Dat maakt niet uit. De voorbeelden die je net gaf, hè, over Pontenier en het andere voorbeeld. Je weet natuurlijk niet wat daar aan de achterkant is gebeurd. Voor hetzelfde geld heeft de gemeente ook inderdaad gebruik gemaakt van de gelegenheid na een sluiting om gelijk vergunningen weg te halen. Ja, precies. Wat bij Bruto ook gebeurd. Ja, je mag wel lopen, maar je moet een restaurant worden. Dus andersom. Dus als jij met je hypothetische stelling komt van, hey, moet dat dan andersom, heel extreem met nieuwe horecazaak, is nachtleven erbij. Maar dat is er dus heel veel gebeurd absoluut de afgelopen periode. Dat. Precies wat jij nu zegt, is dus heel veel gebeurd. Het indammen van... Ja. Ja. En ik zeg dus nu eigenlijk... Zou dus actief... vandaar, vanuit die hypothetische stelling die jij nu stelt, dan zeg ik volmondig absoluut. Ja. Maar moet? Ja. Zullen we eens gaan luisteren naar hoe de Artificial Dance Party dit in muziek vertaalt?
Luisterde naar de elektronische geluiden van de Artificial Dance Party. We zijn terug bij Via Cultura over het nachtleven met mijn gasten Juno de Nachtburgemeester, Marcel van Zwarte Lola, Michael van Club Roy, Nicky van Bruut, Ming en Richard van Do You Do en Bart van Bibelo en dus de Artificial Dance Party. Bart, Artificial Dance Party, waar kunnen mensen checken? Wanneer zijn de live shows? Wanneer komt de plaat uit? Live shows is allemaal digitaal, denk ik. Vanuit mijn slaapkamer. Dat kan ook. Ja, zoek het even op Facebook, Instagram, TikTok, alles. The Artificial Dance Party. Oké, we gaan verder. En waar we het net heel erg hadden over misschien wel het gebrek aan locaties om feesten te geven. En dus erg waren op het ontbreken van voldoende podia. Als we het nu even het laatste half uur omdraaien, is er gewoon niet veel meer behoefte aan organisatoren zoals jullie, die gewoon leuke dingen in deze stad organiseren? Aan wie is deze vraag gericht? Of is het aan iedereen? Voor de kijkers thuis. Nou ja. Aan bijvoorbeeld Michael, die waarschijnlijk ook met organisatoren werkt. En misschien zit te wachten op jonge mensen die misschien hier naar luisteren en denken van ik wil een feest geven. Ja, tuurlijk. Je staat altijd open voor de ideeën van een ander, zeg maar. Dan ga je kijken of je past het binnen hetgeen wat wij doen. En hebben we de ruimte voor in onze agenda. Ja, en dan ga je een beetje met elkaar sparren. Hoe zie je dat voor je? Heb je publiek? Dus het is eigenlijk een open uitnodiging van wil je een feest gooien bij Club Roy, dan kan altijd. Neem contact op. Want Bart, hoe zit dat bij Bibelo? Want er zijn natuurlijk Hertz, wat volgens mij ook wordt georganiseerd door een aantal gasten. Ja, Nachtwacht. Ja. Dans. Het housefeest wordt georganiseerd door een externe partij, zeg ik zo goed? Ja, klopt. Ja, Dans is een externe partij. Ja, Hertz is ontstaan eigenlijk met een feestje in de popcentrale. Uitgegroeid naar een groter feest. En dat is nu in de Power Stage. Nachtwacht is door onszelf georganiseerd samen met Diana, Place Louder en Conjectures. Vanuit de DJ's en vanuit mij misschien. En ik denk dat dat daar vanuit moet ontstaan. Want dat zijn de mensen die mensen op de been brengen. Die hun vrienden meenemen. Die zeggen dit is tof muziek en we willen dit horen. En we willen heel graag dat dit gebeurt in Dordt. Ja, en dan kan je het uiteindelijk voor elkaar krijgen. En zie je er ook dat er nieuwe aanwassen is? Want een beetje uit mijn tijd had je natuurlijk Obvious Collective en Buitengewoon, maar ook Beat Club, A van Hart. Allemaal mensen die in één keer opstonden wat gingen organiseren. Is dat nog steeds zo dat er veel nieuwe mensen staan te springen om dat te doen? Of is dat een beetje ingezakt of zo? Nou, ik denk dat er genoeg nieuwe organisatoren zijn of mensen die dat willen worden. Alleen, dan kom je terug weer op het initiële probleempunt, pijnpunt van Dordrecht is, waar ga je ze een podium geven? Weet je, er zijn nogmaals een beperkt aantal gelegenheden waar je dit soort zaken kan organiseren.
En nou ja, Bart die zal dat dan denk ik wel beamen, zeker in de weekendprogrammering. Ja, is het 9 van de 10 keer al wel vol. Dus het is niet zozeer het probleem van hey, er zijn te weinig nieuwe mensen of er zijn te weinig mensen die dat willen gaan doen of erin willen gaan stappen. Nee, je moet het nogmaals weer omdraaien. Er is gewoon veel te weinig gelegenheid ervoor. Maar is het dan zo, want er zijn twee voorbeelden in Dordrecht, denk ik. A van Hart, die hebben er bijna een carrière van gemaakt. Ali Concert. En die zijn toch uiteindelijk ook gestopt? Ja, maar die hebben wel, want volgens mij, nou, Marcel van Zwarte Lolen, jullie hebben onlangs een stichting ervoor opgezet. Dus dat is ook al wat serieuzer. Maar ook die gasten van Buitengewoon, nu met Marlijn Amaro, het was wel blijkbaar een springplank van ik ben jong, ik wil wat organiseren. En als die gelegenheid er niet is, en jullie zeggen nu van er zijn dus jongens die wat willen organiseren, maar de ruimte is er niet. Dat eigenlijk dan dat aanbod hun ook een soort van carrière ontneemt? Of gaat dat erg ver om dat zo te stellen? Ja, ik kan hem denk ik ook tweeledig bekijken. Je kan ook denken, de meeste van die gasten die jij nu zojuist hebt opgenoemd, waar zijn ze nu actief? Niet meer, of in ieder geval of het grootste gedeelte niet meer in Dordrecht. Kan je ook weer bedenken, hey, waar komt dat dan vandaan? Is het dan echt zo dat zij dan niet meer in Dordrecht willen acteren? Of worden ze te veel beperkt? Nou ja, ik weet bijvoorbeeld uit eigen ervaring dat bijvoorbeeld een van die gasten die werd er genoemd, die is gewoon wel naar Rotterdam gegaan. Die zei, daar word ik gewoon aangemoedigd om een ding te doen. Dus ik denk dat het probleem niet zozeer bij de ondernemers of bij de organisatoren ligt, maar echt wel bij de stad. En hoe kom ik die mensen tegemoet? Maar er zitten ook veel meer jongeren in Rotterdam bijvoorbeeld. Ik denk dat je daar een beetje op doelt. Nee, niet zozeer. Ja, maar goed. Nee, ik bedoel meer van, kijk, de stad komt daar heel erg mensen tegemoet. Van, als jij wat wil organiseren of jij hebt een toko. Bijvoorbeeld in Rotterdam wordt er gewoon nog 24 uur vergunning gegeven. Ja, dat wordt hier niet. Dat gebeurt gewoon niet. Ja, dat is ook wel praktisch. Nu wordt gewoon daar veel meer gepusht. Dat zeggen we. Ja. Gestimuleerd. Ja, aangewakkerd zo. Wat kan je? En hier zeggen ze, dit mag wat niet mag. Ja, daar zeggen ze, dit zijn de mogelijkheden. Ja. En daar, hier zeggen ze van, ja, maar dit niet hoor. Ja. Nou ja, als je een feestje wil organiseren, dan heb je in principe wel plekken waar je dat zou kunnen initiëren. En je kan het in door proberen, je kan het in de popstralen ontwikkelen. Maar om echt maar echt een nachtfeest te doen, dan moet je toch echt de nacht in. Ja, tuurlijk. Ja, daar heb je ook gewoon die tijd. We hebben een van de geweldige initiatieven die we hebben gehad, was de bunker. Waar het echt nacht achter elkaar doorging. Ja. En het eerste wat er gebeurde toen de gemeente daar lucht van kreeg, was dicht. Ja. Letterlijk. Gewoon, zo, oh nee, daar is het leuk. Sluiten die al. Dus daarom vind ik het denk ik echt wel belangrijk om eens een keer met de gemeente gewoon een keer te gaan stappen met z'n allen. En precies is wat het inhoudt. Ja, maar daarom, dat allemaal niet zo eng is. Maar daarom kijk, denk er ik zijn ook natuurlijk heel veel mensen die creatieve ideeën hebben. Weet je, jongens die hier zitten. Er zijn zoveel mensen vanuit onze generatie die gewoon hele toffe, leuke ideeën hebben. Invulling willen geven. Maar het ook gewoon niet lukt. Ik bedoel... Gewoon weg inderdaad, omdat de locaties niet beschikbaar zijn. Of dat het niet kan, of dat er geen ruimte is. Weet je? En de needs zijn er wel, dus de behoeftes zijn er wel. En wat je gaat creëren inderdaad, en waar we het ook al eerder over gehad hebben, is dat je mensen vluchten de stad uit. En belanden in steden als inderdaad Rotterdam, Breda, Den Haag, Amsterdam. Weet je? Het is zo jammer. Maar daarom denk ik ook dat die verjonging binnen de gemeenteraad zo belangrijk is. Want als je bijvoorbeeld ook kijkt naar een Roland, een Wouter Spoel, een Fiona Versluis. Allemaal jonge mensen die gewoon wel deel zijn geweest van het nachtleven. Die wel weten hoe het moet. Ik denk dat ik zou eigenlijk meer gewoon de stad willen oproepen van... Bij de volgende gemeenteraadsverkiezing stemt gewoon niet op iemand boven de 50. Stem op iemand die gewoon weet hoe kut het nachtleven kan zijn. Dit is al een beetje demonstratief. Dat we jou hebben, die lauw, dat jij lauw bent, betekent niet dat iedereen lauw is. Ik weet niet of dat zo is, want House komt uit de jaren 80. Ja, natuurlijk. Toen 20 was, maar nu 60. Maar stem ook met je hoofd op iemand persoonlijk waarvan jij denkt waar dat zit, weet je wel. Die verjonging is gewoon belangrijk, vind ik persoonlijk. Maar schrijven we niet nu te makkelijk alles op de gemeente af van... Hey, maar als voorbeeld, hè, je hebt nou straks die ontwikkelvisie van de spoorzone. Ken je die? Ja. In 2030 moet het, wat is het, 50.000 woningen bij. Ze willen heel dat gebied daarom, die spoorlijn willen ze helemaal vol stampen met woningen. Supergoed, een woningtekort, enorm maatschappelijk sociaal probleem, moet opgelost worden. Maar ik heb hem doorgenomen met het plan. Ik heb nergens... ook maar een paragraaf gelezen
over precies de onderwerpen waar wij het nou over hebben. Ik zou het je sterker vertellen. Wij hebben daar een plan voor ingediend bij de gemeente. Om daar op de plek van de oude BP-staat een containerbar te maken. Ja. Die echt een culturele broedplek, echt iets wat Dordrecht mist. Ja. Eerste geluiden vonden de gemeente het een geweldig idee. Superleuk. Oh, Dordrecht mist dit echt. En vervolgens wordt er gezegd van nee, we hebben het al ingetekend. Het wordt een parkje. En er komt een daghorecazaakje in. Ja, maar kijk, daar ga je. En vervolgens hebben we woningen gevraagd. Bouwen, woningen creëren. Maar je, en natuurlijk, er komt infrastructuur omheen. Er komen voorzieningen omheen. Maar je vergeet één heel belangrijk element. Vertier. Dat is, ja, waarom willen mensen ergens gaan wonen? Ja, tuurlijk, je hebt een mooi huis. Leuke omgeving, leuke buren. Misschien dicht bij je werk. Maar er zijn zoveel meer facetten waar je rekening mee moet houden. Waaronder andere het onderwerp van vanavond. Ja, maar gelukkig hebben ze die nachttrein al afgeschaft. Hè. Uiteindelijk houden ze hier gewoon hier. Op een gegeven moment gaat heel die trein eruit. Gaat die A16 weg. Dan kom je de fucking eiland niet meer af, jongens. Hou je hier. Dit is een gevangenis gewoon, ja. Welkom op Alcatraz. Bitch, you never leave in. Ja, ik had dus als vragen, omdat die toch wat organisatorisch talent zit, van ja, wat voor adviezen zouden jullie dan geven aan jonge organisatoren die iets willen doen, maar eigenlijk wat het is wat jullie lijken te zeggen, van ja, de mogelijkheid is er gewoon bijna niet. Daar zou eerst wat aan moeten veranderen voordat dat weer kan gaan ontwikkelen? Of? Ja, ik zou zeggen, kijk eens naar het kern van het probleem. Probeer daar een basis te leggen voor de mensen die daar vervolgens mee aan de slag kunnen. Kijk, als er geen startpunt is. Er kunnen er genoeg mensen staan daar zo die zeggen van joh, we willen wat gaan organiseren. Maar dat gebeurt volgens mij. Ik vind het wel een mooi voorbeeld waar wij nu, precies waar we nu zijn. Ik denk misschien 400-500 meter hier verderop was een heel mooi terrein. Daar is een aantal zomers geleden een paar hele leuke dingen zijn daar ontstaan vanuit creatieve initiatieven. Ja. Je hebt het nu over het Monumentfestival. Onder andere. Ja. Onder andere en, over het randje. Over het randje. Over het randje. Ja, die mooie draaimolen. Naast het randje. Ja. Nee, maar goed, wat ik ermee wil zeggen is, kijk, de gemeente kan wel altijd blijven zeggen, veel, er is geen ruimte. Of er zijn geen plekken die aangewezen kunnen worden waar het overlast zeg maar, tot aan de directe bewoners beperkt kan worden. Maar we hebben met z'n allen gezien dat het wel mogelijk is. Alleen, wat doen ze volgens? Ja, de stampen ze ook weer vol met huizen. Dus laten we eerst, zeg maar, de boodschap zou dan vanuit mijn kant zijn, joh, vanuit de gemeente, kijk eerst naar het probleem. Probeer daar een basis voor te verzinnen. Nee. Locaties, dat soort zaken. Of geef horecagelegenheden wat meer ruimte. Kom met centrale gebieden. Vanuit daar gaat er vanzelf echt wel genoeg bloeien. Ja, als je fundering rot is, dan gaat er gewoon niks komen. Want dat klopt het niet. En ik denk, als je gewoon je fundering stevig maakt en zegt van, joh, je kan dit en je bouwt handvaten in voor mensen, zodat ze alles kunnen doen en die beet kunnen pakken, dan gaat er echt wel wat komen. Maar zolang die fundering staat nu niet. Maar is dat dan echt de conclusie van de gemeente moet echt een stap maken om dit ruimte? Ja, zolang je geen steun hebt bij de gemeente, dan heb je niks. We kunnen niet alles af gaan schuiven op buurtbewoners en gemeentes, jongens. Het moet gewoon in balans zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je ideeën hebt, creatieve mindset hebt. Maar die zijn er genoeg. Die zijn er genoeg, precies. Zeker. Maar die hebben wel realistisch zijn, hè, laat ik het voorop stellen. En verantwoord zijn. Ja. Maar ja, ik merk wel de laatste jaartjes dat gemeente wel zijn best doet om stapjes vooruit te zetten. Zeker te weten. Dat is heel positief, maar ik denk dat ze, zolang ze zich nog blijven richten op grote dingen als kerstmarkt en allemaal mega events voor toch 60 plus, zou ik maar zeggen. Ja, dan komen er toch echt nooit jongeren. Die gaan niet naar dat soort dingen. Ja, maar ook nog even bij aanvullend op heel het verhaal van inderdaad, waar zijn de prioriteiten binnen de gemeente? Grotere evenementen, maar nog wel belangrijk, de stap daarna is, wie willen ze daarvoor trekken? Zijn dat de Dordtenaren? Ik denk het niet. Denk het niet. Nee. Weet je, er komen bussen vanuit her en der voor de kerstmarkt. Ja, heel Nederland. Heel Europa. Ja, nee, maar goed, dan is nogmaals, waar liggen de prioriteiten? Ja, met wij als uitbater hebben daar wel profijt van. Tuurlijk. Dat voor tuurlijk. Zeker. Nee, kerstmarkt. Leuk. Ja. Tuurlijk. Nee, maar behalve als die niet doorgaan. Ja, zeker. Maar je moet niet vergeten. Laten we dat vooropstellen, jongens. Creativiteit begint in kleine stukjes. Dus je moet eigenlijk die kleine ideeën, die zou de gemeente of wie dan ook zou moeten stimuleren. En dat er een paar mislukken, ja, dat gebeurt. Maar dat is helemaal niet erg. En dan popt er weer ergens anders een creatief idee op. En dat zou al heel mooi zijn. Maar als dat allemaal, ja, als ze liever naar de Primark gaan om daar de opening te doen of een kerstmarkt. Ja, dat is allemaal leuk. Groot.
Maar er komen de kleine groepen, de mensen die iets anders willen. En de creatieven, die komen niet aan bod. Nou, eigenlijk wat Dordrecht is. Dordrecht, heel eerlijk, met alle respect, ik bedoel, is DNA. Speciaalzaakjes zoals Rutte, mooie chocolazaken. Het DNA van Dordt, speciaalzaken, dat is Dordrecht. Maar dat is niet altijd zo geweest. Hè? Kijk, nee, Dordrecht is in de basis natuurlijk een hele grijze werkstad. Mensen gingen altijd naar Rotterdam of naar Breda, weet ik veel wat. Dat is van oudsher al zo geweest. En dat DNA, dat krijg je er niet uit. En ik zie nou allerlei hele mooie initiatieven. Maar het is niet wat de gemeente... stimuleert. Dat is niet wat ze gewend zijn. Nee. De inwoners die zijn over het grote gedeelte die zijn heel erg... Toch ook een paar jaar geleden. Dat stond nog in de krant. Nou, we zouden een Zara krijgen. Dat hebben we toch helemaal niet nodig? Nee. Wat hebben wij nou aan een Zara? Hebben ze in Breda, die hebben ze in Rotterdam, hebben ze in Den Haag. Ja. Die hebben ze overal. Tief op met je Zara. Wat hebben we daar nou aan? Ja. Ik vind de Zara, precies dat krantenbericht is precies wat er mis is met die stad. Weet je wel... Je moet niet zo willen zijn als ieder ander deel van dit land. Nee. Je moet jezelf willen zijn. Ja. Dat heb ik al vaak gezegd. Precies. Heb ik al veel vaker gezegd. En daarmee ben ik het helemaal met Nicky eens. Weet je, we zijn gewoon. We hebben genoeg leuke antiekwinkels. Kijk naar Rondje Dordt, man. Kijk je ogen uit. Ben je wel eens bij Pandora in de boekenring geweest? De tering, je raakt jezelf kwijt. Ja. Geweldig. Ja. Daar moet je mensen naartoe sturen. Ja. En zo hebben we ook feestjes gehad. Wat jij net zei, weet je wel. Over het randje, op het randje, tegen het randje, tief het randje af. Kijk maar wat je doet. Maar gewoon het Monumentfestival. We hebben echt geweldige dingen gehad. Ja. Skatewedstrijden van Dordt's Finest of van de Dordt Cup. Allemaal geweldige dingen. En dan vervolgens gaan we... De bunker, door. Juist, dat soort dingen. En de maar oude door hebben we dan nog over. Niet de nieuwe door. Ja. Maar dan, weet je wel. En dan gaan we godverdomme trots lopen zijn op een fucking Zara. Steek die Zara in je hol, die willen we niet. We willen 30 andere tweedehands zaken, maar flikker op. Nou, om je een beetje in te dimmen, maar wel op door te gaan. En ik denk dat dat ook wel echt is wat Dordrecht is. Van wat is nou Dordts DNA? En er wordt in deze stad ontzettend veel geld tegenaan gegooid. Dat zeg maar de historie, de geschiedenis, dat we een rijk verleden hebben, dat moet ons DNA zijn. Terwijl eigenlijk als je kijkt naar wat leeft er nou in de stad. En dat zijn al die kleine dingetjes. Dat zijn niet de initiatieven waar de aandacht naar uit lijkt te gaan. Het lijkt allemaal vanuit gewoon van... Oh ja, Dordrecht is 800 jaar, daar moeten we een feest om bouwen. De synode bestaat 400 jaar, daar moeten we een feest omheen bouwen. Is dat dan, ben je een identiteit aan het opleggen aan je stad? Of kijk je naar je stad van wat leeft erin en proberen we dat te gaan versterken? Is dat niet? Ja, ik denk verschil. Dat als Dordtenaar zijn we allemaal trotse ambassadeurs van onze stad. We hebben een van de mooiste steden van heel Nederland, jongens. Kom op. Europa. Holland is hier gesticht. Ja, hoe mooi is dat? Ik bedoel, het is een hele eigen wijze. Het zijn eilandbewoners en zo maar worden we ook altijd al gezien. Is die geschiedenis nou ons DNA? In Rotterdam staat in het cultuurbeleid van we vragen ons af of de haven nog onze identiteit is. Nou, ik zal hier proberen we te overtuigen. Ik ben wel opgevoed. Dat met, geschiedenis, de identiteit. Ik ben wel opgevoed met de Dordtse mentaliteit. Zelf. En daar ben ik heel trots op. Ja, ik hou van Dordt boven veel dingen. Zeker, ja. Als je aan mij vraagt, weet je wel, voel je je meer Dordtenaar of meer Nederlander, ben ik 100% meer Dordtenaar. 100%. Want ik ben gewoon trots op die vakken. Luister, en dan heb ik het, dat is heel raar, want het zit een beetje in mijn systeem. Ik hou ook graag mijn stad schoon. Dus als ik ergens loop en ik zie iets liggen, wat een McDonald's tasje wat daar ligt, raap ik het op en gooi ik het weg. Ja? Dat zijn hele gekke dingen, die zitten er bij mij ingeprent. Ja? Omdat ik mijn stadje ook gewoon lekker schoon wil houden en mooi wil houden. En het zit er bij mij wel in. Zeker, maar voor mij is het meer van, ik ben trotser op gasten zoals jullie die iets doen, iets maken met de stad, de energie iets steken maar dat en iets is creëren toch, wat voor je nou eigenlijk... een vrager in. Dat is een heel ander vlak wat je nu aangeeft. Precies. Het is de energie, de jongere generatie, de jongere gasten die wat willen maken van de stad en die heb je ook nodig. Ik bedoel, wat heel eerlijk, het is de toekomst, jongens. Kijk, het ene hoeft het al niet uit te sluiten. Het kan ook bijna niet, natuurlijk zijn. Niet, absoluut niet. Ik denk dat creativiteit niet leeftijdsgebonden is. Zeker niet. Absoluut. En daarom, dat is ook het eigenlijk wat wij doen met Zwarte Lola. Wij gooien alle leeftijden en alle kleuren door elkaar. En dat moet het geheel zijn. En dat werkt, want dat brengt enorm veel creativiteit teweeg. Dat vind ik prachtig. Mooi. Ik denk dat Zwarte Lola voor niks minder dan dat centraal staat.
Ik wil me een klein beetje, want de tijd zit er bijna op, afsluiten met nog een vraag eigenlijk. Zou het nachtleven er gebaat bij zijn als er meer samen wordt gewerkt, gezamenlijk wordt overlegd? Zoals jij zegt, van laten we de gemeentes allemaal meenemen. Laat het nachtleven opstaan van zoveel mensen zijn er die het zoeken. Omdat blijkbaar de signalen en de oplossingen vrij duidelijk zijn. Maar er moet nu wat aan gaan gebeuren. Ja, ik denk het wel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Amsterdam, die hebben gewoon een instantie. Dat is de nachtburgemeester Amsterdam. En dat is de plek waar de gemeente mee. Dat is de organisatie waar de gemeente mee praat. Weet je? Ja, maar dat is ook vanuit op een gegeven moment opgezet als stichting, toch? Ja, dat is gewoon een stichting. Dat is niet alleen. Dat is niet één nachtburgemeester. Nee, ik ken Samiro van Geld, de oude nachtburgemeester. Ja. Maar goed, dus ik denk dat het goed is om je jezelf te verenigen. Dat de gemeente een partij heeft waarmee ze kunnen praten. En dat we dan ook actief naar de gemeente gaan en zeggen van dit ligt er, dit is een probleem, we willen er iets mee. En dan kan je denk ik meer bereiken dan allemaal inpitters natuurlijk. Mijn vaste levensmotto is alleen ga je harder en samen kom je verder. Ik bedoel, eerlijk is eerlijk jongens. Je kan allemaal wel kijken naar wat je zelf allemaal graag wil. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je weet waar je onderneemt, met wie je te maken hebt. En dat je samen ook gewoon de handen in één kan slaan. En dat je ook gewoon verder komt in de binnenstad. Ja, en ik denk dat een goed voorbeeld is wat jij doet met dat rondje, horecarondje. Daar laat je dat al heel duidelijk zien. Ja, wij zijn altijd pro geweest om samen te werken. Wij staan, wij staan altijd open om samenwerkingsverbanden op te zetten. Wij zeggen in heel veel. Kijk, het moet je wel liggen natuurlijk, hè, laten we dat vooropstellen. Maar wij zeggen in heel veel. Wij zijn echt pro samenwerken. Wij zeggen in heel veel dingen zeggen wij ook gewoon van ja, weet je, jongens, betere kopjes dezelfde kant op en laten we aan iets moois bouwen. Dan dat we heel eigenwijs. Overal maar tegenaan staat te zeiken, zeg maar. Nee, ik denk dat het goed is dat we al de pro dezelfde kopjes hebben en dat we de wil hebben om ergens te komen met de stad, zeg maar. Ja, ik ben het eigenlijk 100% met je eens wat betreft het stukje samenwerken. Hè? Dus samen kan je meer bereiken. Alleen, en ik ben het met jou eens, Bart, hè? We moeten in gesprek blijven of in gesprek komen, hoe je het ook wil zien, met de gemeente. Maar wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind in heel dit verhaal is, we moeten de huidige systeem, hoe het nu is ingericht, dus wie de beslisvorm bezit, dat moet anders. Kijk, jullie moeten een grotere stem krijgen. Of er moet in ieder geval, zoals in Amsterdam, een instantie komen die, zeg maar, kracht heeft om ook daadwerkelijk hetgene met een gemeente aan te kunnen gaan. Want we kunnen wel heel veel blijven zeggen. We kunnen wel heel veel in gesprek gaan met de gemeente. Maar als gemeente puntje bepaaltje zegt, net als bij zo'n mooi initiatief bij BP-station. Ja, superleuk jongens. We gaan een huis in neerzetten. Dan gaat dat nooit veranderen. Dus ik denk dat dat nog wel het belangrijkste is. Er moet wat veranderen in de huidige beslisvorm. Hoe dingen tot stand komen in Dordrecht. Ja, ik ben bijvoorbeeld zelf daarmee bezig geweest met een overkoepelend orgaan. En dan kom je dus bij de gemeente aan, want ik ben bij de gemeente geweest. Ik ben boven bij de gemeente geweest, bij de burgemeester. En er wordt gewoon gezegd, de horeca praten met elkaar. Dat is niet nodig. Wij praten met de horeca, dat is al een ding. Wij nodigen ze allemaal uit, dat is niet nodig. Dat is gewoon tegen mij. Ja, maar daarom zeg ik, daarom moeten we veranderen aan het huidige systeem. Ja, dus ik heb toen ook wat wij zijn ermee bezig geweest toen. En toen we zijn er nog steeds mee bezig. Ja, allemaal aan bij natuurlijk. Maar we waren daar. En op een gegeven moment word je gewoon eigenlijk weggestuurd. Dat is, ik denk dat, voor mij in ieder geval, dat heb ik al eerder aangegeven in de show, is waar de kern zit. En ik weet dat je niet alles daar neer kan leggen. Maar als het daar niet goed zit bij de gemeente, dan gaat er niks veranderen. Ja, volgens mij ik denk dat er gewoon een duidelijke visie moet gaan komen uit de gemeente. Waar willen we naartoe? Moet dat vanuit de gemeente komen of moet dat vanuit de organisatoren komen? Ja, ik denk dat vanuit de onderkant ook. Je kan die visie wel ergens anders, vanuit een ander punt laten komen. Als hun het niet steunen, dan gaat er niks komen. Want dan kom je alleen maar, wat Michael heeft, alleen maar gezeik tegen. En wat hij heeft gehad, dat je vergunning halverwege, of je vergunning wordt aangepast als je een nieuwe zaak begint. En wat hun hebben, weet je wel, gewoon
ja, je komt overal problemen tegen. Dus het begint daar. Hun zijn degene die de regels maken. En je kan wel proberen Cluedo te spelen met monopolieregels. En dat is fucking lauw om te doen. En ik ga zeker weten met je meedoen. Maar het gaat niet werken. Ja, het is toch eigenlijk zonde welk potentieel deze stad, die zo graag wil groeien en zo graag wil bloeien, eigenlijk in de nacht laat liggen gewoon. Ja. Dat het alleen maar heel eenzijdig focust op een uurtje of 11. En daarmee gewoon en jongeren kwijtraakt en dagjes mensen die ook even wat later willen doen. Zeker. Nee, economisch en ook cultureel gewoon laat ze gewoon steken vallen. Dat is denk ik een conclusie. Misschien een harde conclusie, maar dat is het wel. Dus ik ben jullie erg dankbaar dat we het hier vanavond weer over hebben gehad. Want ik denk dat de stad echt in een goede beweging zit. Zeker dit soort gesprekken dagen daarheen om tot iets te komen. Dat die overkoepelende organisatie wordt die die belangen behartigt om... Ja, het kan niet zo blijven doorgaan, denk ik, als stad zijnde. En er moet iets gebeuren. En, je hebt vooral ook gewoon transparantie naar elkaar nodig. Samenwerking sowieso van de horeca. En dan pas kan je eventueel naar de gemeente om daar iets te gaan veranderen. Want kijk, jij bent daar geweest en de gemeente zegt van ja, maar ik praat met de horeca. Maar eigenlijk zou jij dan iemand bij je moeten hebben die gewoon zegt van ja, ik spreek namens de hele horeca. Maar met ons praat je niet. Nee, ja, dat komen wij nu doen. Nou ja, wat wel het voordeel is, dat heb ik toevallig, dat advies heb ik wel meegekregen van de heer Kolf toen. Hij zei toen tegen mij, als er ooit problemen zijn binnen de horeca en jij spreekt die mensen, ze kunnen mij sowieso e-mailen en hij zou het oplossen. Ik denk dus dat we mail die man, vaker, als je problemen tegenkomt, vaker dit heb je van mij. Alle problemen die jij tegenkomt, mail die man. We moeten gaan afsluiten en ik begin de bedankronde met de technische en de organisatie. Natuurlijk Ilse Schrier, die dit al jarenlang organiseert. En Hans de Bruin en van Pro, Hans de Bruin Pro Audio en Paul Hennissen voor de techniek. Dan mijn gasten. We hadden Marcel van Zwarte Lola, Michael van Club Roy, Nicky van Brut, Ming en Richard van Do You Do, gangsters, Koen en Bart van de Artificial Dance Party, die zo deze avond afsluiten. Vergeet vooral ook jezelf niet, hè. En naast mij zit Juno, de nachtburgemeester. Mijn naam was Charco en laten we nog even de nacht ingaan dan. Met een kleine pilserino, let's go. Dank je, jongens.